Yo, yo, Jordi hier. Waarom kan Hardy gewoon een keer normaal doen? Gevaarlijke dieren. Een tijdje geleden heb ik het gehad over gevaarlijke planten. Ja, dieren kunnen ook behoorlijk gevaarlijk zijn. Dit lijstje is gebaseerd op het internet. En als jouw dieren niet tussen zit, ja, sorry niet. Alles past in een 10 minuten video of hoe lang dit ook gaat duren. Zie ik pas wanneer ik hem upload. Dus, intro. Pompidompidom, ja, nee. De nijlpaard. De nijlpaard kan heel gevaarlijk zijn. Misschien wil hij niet opvreten. Alhoewel, hij kan zijn kaken wel gaan gebruiken om je te pletten. Elk jaar gaan er zo'n 500 mensen dood aan een nijlpaard. Dus blijf uit de buurt uit een nijlpaard. Het gebeurt ook wel eens dat hun boten omduwen. Dus zit je in de boot en zie je een nijlpaard. Hoep, rechts hoe die gaat. Leeuwen. Leeuwen zijn ook heel erg gevaarlijk. Dus ja, blijf daar gewoon vooral uit de buurt, want ze eten je gewoon op. Of schiet ze in de, of probeer ze dood te schieten. Maar als je dat doet, ja, dan ben je gewoon gemeen. Ja, tuurlijk. En als je opgevreten wordt, dan is die leeuw niet gemeen. Dan heb je ook krokodillen. Alhoewel, deze zijn niet zo snel, dus kun je best wel redelijk vluchten. Krokodillen zijn ook redelijk gevaarlijk, want elke keer gaan er 1000 mensen dood aan een krokodil. Die vreet je gewoon op. Alhoewel, het blijkt zo te zijn dat krokodillen ook van fruit houden. Gooi er gewoon een appel naartoe. Ja, doe dat. Maar goed, ze eten je ook gewoon op. En als je in Australië komt, dan zijn ze 2 keer zo groot. De witte haai. Deze is heel erg vervelend. Ik bedoel, alle haaien zijn gevaarlijk. Maar de witte haai is nog eens extra vervelend. Wat sommige mensen niet wisten, is dat witte haaien eigenlijk geen menseneters zijn. Maar ze zien ook niet het verschil tussen wat wel te eten is en wat niet te eten is. Dus ja, dan heb je alsnog een probleem. Ze vallen bijvoorbeeld boeien aan. Dan boeit mij niks. Ik ga niet. Laat me uit. Boten, surfplanken en mensen. Ja, en dat zijn wij. Of jij moet toevallig een hond zijn. Ja, wat er dus gebeurt, je wordt dus aangevallen. Hij probeert je op te vreten, maar omdat hij niet lekker vindt, laat hij gewoon doodbloeden. Dus hang je daar lekker midden op de oceaan langzaam dood te gaan. Prettig. Je hebt ook nog de kogelvissen. De kogelvissen, nou ja, die zien er niet gevaarlijk uit, maar die zijn het wel, want ze zijn gevaarlijk. What the fuck? In Japan eten ze deze vissen en als ze niet goed bereid worden, ja, dan krijg je dat gif binnen. En dan ga je dood. Want als ze dat doen, dan raak je middenrif verlamd. En dan kun je gewoon geen ademhalen en je stikt. Ze eten het letterlijk voor een status. Laat die status voor mij maar zitten. Ik bedoel, ik kon nog leven. De volgende is best lastig. De zeezeevlieg. Met het 3500 doden per jaar. Redelijk wat. Deze drinken gewoon je bloed. En kunnen een ziekte overdragen als ze deze hebben. Dus stel, ze hebben toevallig... ik weet niet welke ziekte dat er nu is in deze wereld. Maar stel dat ze dat hebben en ze steken... dan krijg je het ook. Echt levensgevaarlijk. Dan hebben we de 5-scheepsschorpioenen. Is het 5-scheeps? Oh nee, 5-streeps. Dan hebben we de 5-streepschorpioenen. En deze zijn gewoon hartstikke giftig. En wat krijg je van de gif van die 5-streepschorpioenen? Nou, dat ga ik je even vertellen. Koorts. Je kan in coma vallen, verkrampen, verlammen en longen worden gevuld met vloeistof. Met andere woorden, je gaat dood. Oké, als je kerngezond bent, dan heb je geluk, dan krijg je alleen maar een ondraaglijke pijn. Maar ben je dat niet, dan ga je dood. Dan heb je die hyena. En die willen liever mensen vermijden, maar ze zijn nog steeds gevaarlijk. Ik bedoel, als ze mensen willen vermijden, dan kun je dat op 2 manieren opvatten. Of ze rennen weg, of ze rennen juist naar je toe. Maar ze eten je wel liever als je dood bent, dus dat is weer een gelukje. Hopelijk bijten je niet dood dan. En nog een kleine voordeel is, ze jagen alleen in de nacht. Dus overdag heb je er sowieso weinig last van. Dan hebben we de zoetwaterslakken. Dat is dit slakje en hij ziet er best wel smerig uit, maar hij is ook gevaarlijk. Deze slakken kunnen de ziekte schistosomiasis overdragen. Heb ik dat gewoon in één keer goed gezegd? Schistosomiasis, kutzooi. De World Health Organization zegt dat er gewoon 200.000 mensen zijn gestorven aan schistosomiasis. Die ene ziekte inderdaad, geen idee wat het is. De Hapologliana. De dit octopusje. Dit octopusje is zo giftig dat hij met een beetje gif gewoon genoeg gif heeft om 26 mensen te doden. Dus zwem je toevallig in de Noordzee? Een grapje, daar zwemt hij niet. Maar zwem je rond en je ziet zo'n octopusje, dan moet je gewoon weggaan. Want ja, die beesten zijn pittig gevaarlijk. Dan hebben we de honden, zoals deze. Of zoals deze. En die zijn ook pittig gevaarlijk. En blijkbaar één van de gevaarlijkste wezens ter wereld. Oei, we hebben 2 honden. Elk jaar gaan er 59.000 mensen dood door de hond. Ik heb er in Nederland nog nooit van gehoord. En bijna iedereen heeft een hond. Ja, oké, het gebeurt meestal niet omdat ze hun baasje doodbijten. Maar hoe gebeurt dat dan? Ze kunnen het rabiesvirus overdragen, oftewel hondsdolheid.
Nou, daar word je vrolijk van. Daarvoor krijg je kramp in spieren bijvoorbeeld. Je raakt verlamd. Je bent bang voor water. En het allerleukste is nog, je krijgt ook nog problemen met je ademhaling. Dus beter krijg je het niet of zo. Dus... Heb je een hond thuis? Blijf uit de buurt. De Komodo varaan. Dat is een heel raar beest. En die eet gewoon letterlijk alles wat hij wil eten. Dan kan ik me niet echt voorstellen dat hij gaat voor een pizza ananas. Maar hij eet alles wat hij wil eten. Het allerleukste is, hè, net als de witte haai, laat hij gewoon zijn prooi bloedend achter. Dus kun je er wel even van genieten. En dan heb je natuurlijk ook slangen. Elk jaar gaat er een ton aan mensen eraan dood. 100.000 mensen. En deze kunnen je of wurgen of bijten met gif. Je hebt bijvoorbeeld de boomslang. Eigenlijk is deze redelijk vriendelijk. Maar als die je bijt... Dan stolt je bloed en dan ga je dood. Ik bedoel, hij valt je niet zomaar aan, tenzij je vervelend bent. Dus sowieso hoor ik er geen vrienden mee, dus ga weg. En dan heb je ook nog de zwarte mamba. En die is iets minder giftig, maar die is wel agressief en gevaarlijk. Daar moet je helemaal uit de buurt blijven. Het volgende dier dat gevaarlijk is, dat zijn mensen. Worden wij gezien als dieren? Ik bedoel, we zijn ook gewoon objecten, personen. Levend wezen. Ik bedoel, dat komt bijvoorbeeld door criminaliteit. Maar ook natuurlijk door oorlogen. Of door bijvoorbeeld... Ja, en dan hebben we muggen. Daar gaan er elk jaar 1 miljoen mensen aan dood. 1 miljoen. Nou ja, het is niet echt in Nederland of zo dat dit gebeurt. Maar ze kunnen malaria en de knokkelkoorts overdragen. Knokkelkoorts is meer voor kinderen. Van malaria krijg je bijvoorbeeld koorts. Je krijgt koude rillingen. Je krijgt hoofdpijn en spierpijn. En dat is niet echt leuk. En heb dan pas een mening over. En van knokkelkoorts krijg je keelpijn. Je moet hoesten. Je krijgt hoge koorts. Je moet kotsen. Is ook niet helemaal leuk. De stelling van deze video is... Heb je een van deze dieren wel eens in het echt gezien? Ja of nee? Gooi het in de comments hier beneden. Of stem je boven, soort van, als het nog kan. Want binnenkort gaan die polletjes weg. En heel zonde, YouTube, wat doe je nou weer? De camera gaat bijna uit, dus ik moet opschieten. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Gooi een blauw duimpje omhoog als je het leuk vond. Abonneer en ring op de bel en zie je de volgende video. Extra snel aan het klinsen. Ik ga veel te snel. Ik moet het gewoon echt rustig aandoen. Oh, ik heb nog 44 seconden. En tot de volgende keer weer. À la terre.